Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlay20 en daar wordt gegromd. In de vorige aflevering hebben we Skeletron verslagen, zijn we richting de dungeon gegaan. En proberen we dus zeg maar onze benodigdheden. Nymph. Waar is die nymph? Proberen we dus zeg maar de spullen te vinden die we nog allemaal nodig hebben. Ik weet niet waar die nymph naartoe is gegaan. En dat maakt me ook heel weinig uit. Oh, die nymphs zijn eng. Oké, nou. Dus wat we nog nodig hebben is... We hebben nodig een... Oh, daar is die nymph. Oké, nou dan doen we het gewoon zo. Jij kan mij niet tegenhouden. Volgens mij hebben nymphs ook nog niet eens interessante drops of zo. Alleen maar heel veel monies dat ze kunnen droppen. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar goed, we hebben dus zeg maar nog een soort van katana volgens mij. Ik weet niet meer precies hoe dat die heet. Weer een kloot hier. Dol. Hey, we hebben een sleutel. Nee, daar was ik eigenlijk niet naar op zoek. Oké, loot hem. Jammer. Misschien was het niet verkeerd geweest om eigenlijk nou al ervoor te zorgen dat we dus zeg maar onze piggybank bij ons hadden. Zodat we dus zeg maar een dubbele inventory hadden. Maar ja, we hebben nou de Magic Mirror, dus we kunnen altijd nog terug warpen en dan weer heen warpen. En dat is voor jullie een simpele knip. En voor mij is dat weer eventjes extra tijd in deze aflevering te steken. Maar dat maakt niet uit, want we hebben nog steeds geen Nazar. En op zich wil ik hier wel in deze aflevering klaar zijn met de dingen die we dus nodig hebben. Wat ik zeker wil hebben is nog meer Golden Keys. Heb jij een Golden Key? Hebben we trouwens überhaupt Golden Keys? Ik zie geen Golden Keys. Ik zie alleen dat we bijna vol zitten met inventory space. Aangezien dat we nou die Magic Mirror hebben. En hallo! Alsjeblieft, zijn allemaal dood. Dus ik denk dat ik hier eventjes een soort van compilatie van ga maken. Over wat we allemaal wel niet vinden. En hoe dat we hier dus zeg maar doorheen gaan. Maar aangezien dat we nog steeds bezig zijn met nieuwe dingen te onderzoeken. Laat ik dit er allemaal nog gewoon lekker in. En gaan we gewoon verder met onderzoeken. Mag ik alsjeblieft weer een gouden kist hier? Zoveel mailgeluid en gouden kistjes. Het nadeel is dat we geen sleutels meer hebben. Als we sleutels hadden, konden we ze gewoon allemaal openen. Dus ik moet echt even gaan zoeken naar sleutels. En ja, het nadeel is dus dat we... Tot nu toe niet echt veel... We vinden heel veel bones. Ik weet nog niet eens of we echt al een bone wand hebben of niet. Ik bedoel, we hebben zoveel opgepakt. Ik zit heel even te kijken ondertussen dat ik ram. Ik zie hier life potions. Waarom heb ik die in twee verschillende slots? Serieus, dat is weer een extra slot. Nee, we hebben nog geen bone wand. Die wordt dus random gedropt door een vijand hier. We hebben nog nodig het zwaard hebben we nog nodig. We hebben nog een schild hebben we nog nodig. Dus we hebben nog best veel nodig. Dus ja, waag het eens. Ik zag dat wel hoor. Ja, nou ben je dood. Wat doe je er tegen? Oh, dat was niet mijn bedoeling. Trouwens, ik heb jullie nog niet kunnen laten zien wat de waterbolt doet. En ik weet dat jullie van nieuwe items houden. De waterbolt die schiet eigenlijk zeg maar een straaltje water af. En die bounce dus zeg maar... Een paar keer langs. Dus ideaal om skybases te vinden ook. Mocht je die dus zeg maar nog niet gevonden hebben. En... Jouw schuld dat we die kistje niet open kunnen maken. Geef me een sleutel. Nee, tuurlijk niet. Ik vind geen sleutels, want dit spel is zo vriendelijk. Ik ga gewoon nog even verder mee exploren. En het... Die slimes die zijn geen rare spawns. Die horen best wel vaak te spawnen. Maar we hebben gewoon geen geluk met spawn rates op dit moment. Maar ja, oh daar. Op het moment dat ik mijn mond opentrek, hè. Op het moment dat ik mijn mond opentrek. Slime, nee, jij rent niet weg. Nee, jij rent niet weg. Jij komt hier. Jij komt hier, slime. Ik sla je met mijn graszwaard en ik neem best wel veel schade. Oké, we hebben de golden key. We hebben de golden key. Ik sla jullie even. Nee, die kaats ik af. Nee, ik kan niet tennissen. Maar ik kan ze wel afweren. En ik sla je gewoon met mijn bow. Nou, het is geen bow, het is een graszwaard. Maakt niet uit, jullie snappen het wel. Oké, ik neem jou nog heel even mee. Atata! Sterf. Ik wil eventjes die standbeeld op kunnen pakken, jongens. Ik wil dat standbeeld op kunnen pakken. Even kijken. Deze mogen weg. Goed. Nogmaals, minor potions, daar hebben we nou niks meer aan. Dus, nee, niet mij jinxen. Stoute vliegende skeletons. Nee. Oh, daar zit een booby trap. Waar zit die? Sterf. Oh man, echt die vijanden die spawnen hier overal. Oh, 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 elf. Oh boy. Dat ging maar net goed. Ik wil die trap, wil ik. Nee.
Ik wil die trap killen. Dank je. Irritante rotdingen. Hè? Jullie zijn irritant. En niet een klein beetje. Heel erg. Die droppen nog niet eens een bone wand. Verschrikkelijk. Zit hier ergens? Het is hier donker, sorry. Dan zit hier weer een waterbolt. Die kunnen we weer voor veel geld verkopen. Ik doe even die pressure plates weg. Daar hebben we toch helemaal geen drol aan, man. Ik bedoel, die boeken die verkopen best wel voor veel geld. Dus op zich is het heel erg handig om die boeken ook mee te nemen. Gaan we hier naar boven. Ja, dat standbeeld vind ik lelijk. Ik bedoel, die kunnen we zelf maken, dus. Gouden sleutel, juist. Gravitation potion, nog meer juist. Jullie mogen weg, jou wil ik hebben. Ja, die houten kistjes, daar hebben we niet meer veel aan. Gravitation potion, altijd handig, kunnen we weer een skybase vinden. En dit kistje, dat doe ik heel eventjes zo. Poef, poef, ook weggooien. Houten kistjes, kom op jongens, we hebben vele mooiere kistjes. Ik hoef ze niet allemaal te bewaren, dus nou, die potions blijven mooi liggen, omdat onze inventory vol zit. Ik denk toch heel eventjes naar huis gaan en jullie eventjes laten zien hoe dat ene soortje nou precies werkt. Dus, wat ik dan doe, is ik kill eventjes hier de boel. Jou nog even killen. Drop een zaar voordat ik wegga. Maak mij een blij konijntje. Net zoals Fiverr, die is altijd een blij konijntje. Want Fiverr is geliefd bij de kijkers en dat maakt hem heel erg vrolijk. Jullie geven niks, hè. Jullie geven echt helemaal niks, hè. Jullie zijn gemeen, weten jullie dat? Jullie zijn... Niet de kijkers, nogmaals. Weer hem! Ah, en die... ik wil die eigenlijk ook hebben. Ah, man. Is er eigenlijk nog iets wat er in die koude gouden kistjes zit wat we nodig zouden hebben? Volgens mij niet. Ah, nou, weet je waar? We gaan gewoon naartoe graven. En dan gaan we naar huis. Ah, oké, okay, omhoog. Hou je mond toch. Met jullie geschreeuw. Sheesh. Oké, okay, nou, ik sta hier even heel goed. Auw. Kun jij mij gewoon hier raken? Jij... Ugh, ik haat jullie. Gewoon, oké, nou, eventjes hier zo. En ik weet dat mijn inventory vol zit, maar er is heel erg veel wat ik weg kan gooien. Dus, ik wil gewoon even kijken. Waarom zitten hier zoveel ondergrondse huisjes? Oké, okay, nou, en... Kom op. Kom maar. En hops. Oké. Okay. Ah, hallo. Kom eens hier. Kom eens hier. Sterf. Natuurlijk weer geen Nazar, hè. Ja, ik ken die chandeliers ook wel meenemen, maar dat is weer extra inventory. En nog niet eens iets boeiends. Nou ja, kan ik even twee dingen weggooien waar we echt niks mee doen? Throwing knives zijn niet echt veel waard. Die water candles wel. Ja, jou kan ik goed verkopen. 3 gouden sleutels. Dat is handig dadelijk voor de compilatie. Sandblocks. Die kan ik ook verkopen. Jou kan ik even trouwens in de accessoires slot bouwen. Ik geef ook weer een open vakje. Hoppakee. Heb ik 2 open vakjes. Nou, dan nemen we dus dit even mee. Ja, laat me staan trouwens. Nou, trouwens die life potions vooruit dan. Die kan ik meenemen. Jou kan... Ja, dan heb ik hem eigenlijk nog helemaal geloot. Shurikens. Ja, deze die verkoop beter. Shurikens weg. Zo. Hebben we dat gouden kistje ook meegenomen. Goed. Nou, ik kill nog heel eventjes snel voor het geld. Heel... Hoe ben ik hier doorheen gekomen? Ben ik hier doorheen geklitst? Oké, okay, maar we zijn niet klaar. Sterf jullie allemaal. Allemaal, allemaal. Sterf. En, oeh, ik zie nog een gaaf standbeeld. Ik zie nog een gaaf standbeeld. Deze wil ik ook hebben. Ik wil hem gewoon hebben. Ik wil alles hebben. Ik ben een habit vandaag. Oké, okay, nou, sterf. Eeny, meeny, miny, mo. Catch a tiger by the toe. Wooden arrows. Let it go. Hier baal ik van, jongens. Wat gooi ik weg? Ik heb zoveel stuff. Ik weet niet wat ik weg moet gooien. Thorn potions, handig. Alles wat ik heb is handig. Volgens mij. Ik wil dat standbeeld hebben, jongens. Ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Ik gooi gewoon eventjes dit weg, maar dan gooi ik niet weg. Oké, Magic Mirror. Goed. We zijn veilig thuis. Ik ga heel eventjes de boel organiseren. En ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, mijn inventory is nou wel eventjes goed gecleared. Zoals je dus zeg maar kan zien. Dit wapen, dat wil ik zeker eventjes nog bij me houden. Omdat dat dus zeg maar heel belangrijk is. Die wil ik dus zeg maar in een item frame doen. En deze, die wordt nou vervangen door deze. Dus ik denk eigenlijk dat deze ook wel in een weapon rack te komen mag gaan. Dus,
Wat ik heel eventjes dus wil doen, is ik wil even weer een paar weapon racks maken. Dus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan ik even gelijk kijken hoe en waar dat ik ze plaats. Dus, want dat is voor ons flashback huisje. Dus, eentje dan wil ik hem, eentje wil ik er zo. En dan de andere die moet dan daarnaast komen. En dan weer eentje zo. En kan ik dan, kan ik net niet, net niet, net niet, net. Oké, weet je wat, dan doe ik het anders. Dan doe ik er eentje, doe ik dan in het midden hier plaatsen. Zo. En dan, nee, is het eigenlijk het leukste als we dan deze zeg maar dan zo ophangen. En deze ook zo ophangen. Dan krijg je dus zeg maar eentje die in het midden staat en dan zo. Dus, en de andere twee, nou dan kunnen er hier nog eventjes twee tussen. Dus eentje hier en eentje daar. En dan denk ik dat ik hier hetzelfde ook nog een keer doe. Dus eentje zo. Is dat nou anders volgens mij of niet? Jij hoort... Wacht even. Jij hoort zo te staan, denk ik. Nee, doe ik het weer niet goed. Dus jij moet zo staan. Kom op, doe het eens goed. Daar ja. Nou staat dat alles hetzelfde, denk ik. Staan mijn zwaarden ook hetzelfde? Even kijken. Nee, deze moet andersom staan. Oké, eventjes veranderen. Dus deze die moet zo staan. Zeg ik dat goed? Even kijken. Doe ik het weer niet goed, hè? Deze moet zo staan. Juist. Oké, en jij moet dan zo staan. Zo ja, nou ben ik tevreden. Goed, dus dan wil ik even kijken. Want ja, de vaaltoren, zoals ik al zei, die hebben we toch veel gebruikt. Dus daarom vind ik het toch belangrijk dat die daar op mag staan. En het geweer doe ik hier in het midden, want die hebben we later nog nodig. Dus de wapens die we zeker nog nodig hebben, dat zijn deze wapen. Dit wapen gaan we nog gebruiken, dit wapen gaan we nog gebruiken. Allemaal wapens die we nog zeker gaan gebruiken. Dus hartstikke leuk, hartstikke aardig. Nou, ik heb twee waterbots hebben verkocht. Dus we zien dat we heel erg veel geld hebben op het moment. Maar ik moet dus terug naar de dungeon. Dus ik ga vanaf hier ga ik nou even een soort van compilatie maken van ja, de kisten. Ik heb zeg maar de gouden sleutels heb ik bij me. Dus wat er in de kisten zit. Kijken wat we nodig hebben. En hopelijk de Nazar. Dus we gaan gewoon beginnen met de compilatie. Gebeurt er iets interessants? Laat ik dat zeker zien. Gebeurt er iets heel erg angstigs? Dat ik bijna dood ga? Laat ik dat zeker ook zien. Dus ik zie jullie in een seconde. Bijna trouwens vergeten. Ja, deze nu mag trouwens weg. Niet vergeten de piggy banks te kopen. Eentje hier, eentje daar. Mochten we nou dus een volle inventory hebben. Ik heb daar die speciale tafel hiervoor gemaakt. Mochten we dus een volle inventory hebben. Een piggy bank die werkt eigenlijk hetzelfde als een... als een ender chest. Op het moment dat je iets in een piggy bank doet, dan zullen de items overal zeg maar in zitten als je een piggy bank bij je hebt. Vandaar dat ik dus nou een piggy bank in mijn inventory heb, zodat we dat zeker kunnen gebruiken mochten we een volle inventory hebben. Dus ik zie jullie nou in een seconde. Ik loop nou naar de dungeon in de regen, want ik heb niks beters te doen. Want ik kan er niet naartoe teleporteren. En ja, ik heb ook alle recall potions verkocht, want we hebben nou de Magic Mirror. Yay! Dus ja, tot zo. Oké, kistje nummer 1. Weer een Shadow Key. Hé, een Bone Welder. Die hebben we wel nodig. En een LPV potion. Maar ja, aangezien dat de compilatievideo is, heeft het niks nut. Tweede Shadow Key is ook eigenlijk een beetje pointless. Maar ja, maakt niet uit. Wij gaan door naar het volgende kistje. Tweede kistje, één van de wapens die we nodig hebben. De Muramasa en twee golden coins. Nice, nice. Dus de Muramasa is één van de wapens die we nodig hebben, zeg maar. Voor een upgrade van een wapen. Dus het enige wat we nou nog nodig hebben is een Nazar, een Bone Wand en een Shield. Hopelijk vind ik die zo snel mogelijk. Kistje nummer 3. Het Oké, nou... Kistjes zijn eigenlijk dus nou niet meer belangrijk, want we hebben dus alles wat we nodig hebben. Wat het schild voor zorgt, is dat je geen knockback meer neemt. Dus, ik denk dat mijn climbing, ja, deze zijn eigenlijk niet echt nuttig meer voor me. Deze geeft ook nog eens een keer één extra defense, dus dat is altijd handig en mooi meegenomen. Dus ja, daarvoor moesten we zeker dat schild hebben en dat schild is één van de items die zeg maar een heel groot en sterk item gaat worden. Dus, nou maar hopen dat we nog een Nazar en een Bone Shield kunnen vinden. En mochten we nog kistjes openen, laat ik dat zeker zien. Dit gaat lang duren, want dit komt van enemy drops. En weer een kistje met weer een Murum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 ur
is part donderdag. Je hebt nou al zoveel parts opgenomen. Kom op, schijn nou eens uit met op de hele tijd dat tabknop te drukken. Hier hebben we ook weer een ander kistje. Volgens mij is dit...
Dit is de jungle chest. Oh, dan is die andere, dat is dan de corruptie chest. Nou ja, weer een kist die we dus in ieder geval gevonden hebben. Dus, en weer een golden key. Dus ik zie jullie bij het volgende kistje. Of als er iets speciaals gedropt wordt. Oké, wat vinden we hierin? Weer een shadow key. Nou ja, heel erg voor potions en weer een boomwielder. Ah, die zijn veel geld waard, dus waarom ook niet? En in dit kistje, weer een handgun. Oké. Waarom? Elke keer als ik een kistje open, word ik geswarmd met enemies. Ik word hier niet vrolijk van. En nee, ik heb die twee items die nog steeds via een enemy erop komen, nog steeds niet binnen. Weer een kistje. Weer een shadow key. Joepee. Nou, dat is een nieuwe trap die we nog niet hebben gezien. Oké. Het begint een beetje Mario te lijken als ik het zo zie. Hallo, Rast. Sterf. En hey. Skills. Heb ik nog een sleutel? Nee, natuurlijk niet. Oké, hier zit dus het ijskistje. Dat is voor de frostkey, wat later heel erg belangrijk gaat worden. Handig om te weten. En nee, we hebben nog steeds die items niet. Oké, kistje nummer zoveel. Een nieuwe magic missile. Wat die doet ook later laten zien. Ik heb geen ruimte meer. Ik denk dat we eventjes onze piggy bank truc moeten gaan. Oh, wacht. Nee, dat hoeft nog niet. Dat hoeft nog niet. Hoppakee. Ik word geraakt. Ik druk weer op tap. Oké, tijd voor mijn inventory eventjes te kleren. Wat we dus moeten doen, is we moeten de piggy bank op een soort van ledge plateau zetten op gewone vloer. Lukt dat niet? En als we daar dan op klikken... Oh boy, even wachten. Dat is het ergste om het hier te moeten doen, maar ik heb geen keuze. Wat we dan moeten doen, is we moeten dan gewoon... doe mijn loot al. Deposit al. Sorry, nog beter. En alles wat we echt nodig hebben, dat haal ik er nu heel eventjes uit. Even kijken hoor. Kom op. Geef me even een seconde vrijheid, jongens. Even een seconde vrijheid. Oké, quickstack. Wat hebben we nodig? Health potions hebben we nodig. Eye of Cthulhu hebben we niet nodig. Misschien shine potions eventueel. Handgun hebben we niet nodig. Die hebben we niet nodig. Die hebben we niet nodig. Die hebben we niet nodig. Ropes hebben we ook niet. Ga nou eens weg. Magic mirror hebben we zeker nodig. Torches. Waar zijn mijn torches? Waar zijn mijn torches? Deze die stacken we ook automatisch. Waar is mijn vine whip? Die heb ik daar. En ik word zo moeilijk voor jullie. Echt moeilijk. Moe. Gewoon moe. Oké. Eigenlijk zou je het ook maar eentje kunnen doen hoor. Maar ik heb er gewoon twee geplaatst. Maar... Nazar. Echt. Let's play vloek. Ik ga niet weg voordat ik alles heb wat ik nodig heb. Oké, nou fine whip heb ik. Torches. Had ik geen torches? Oh jawel, hier. 74. Hoppakee, torches. Jou mag weg. Dat is weer extra inventory space. Glow sticks. Ja. Yeah. Golden key. Volgens mij heb ik dan alles. Ik ben gejinxed, hè? Ja. Sterf! Oké, nou dan kan ik jou weer meepakken. Haha, dat is het handige van de piggy bank. Slim spelen. Oké, nou hopelijk vind ik het snel, jongens. Want echt, deze opname sessie die duurt lang. En weer. Weer zooi. Oké. Waarom neem ik het op? Kunnen we allemaal weer verkopen, jongens. En ik bedoel, ik heb nou toch een dubbele inventory bij me. Dus waarom ook niet? Hallo, Nazar dinges. Geef. Nee, natuurlijk niet. Nou, ondertussen hebben we dus heel de dungeon onderzocht. Dus het enige wat ik nou kan doen is gewoon zoveel mogelijk vijanden beslaan. En hopen tot we dus zeg maar de drops krijgen die we nodig hebben. Dus ik heb even een blue candle geplaatst. Ik vond dit eigenlijk de beste plek waar dat de meeste vijanden spawnen. Aangezien ze van boven vallen en van rechts komen hier. Dus ja, ik ga hier gewoon heel eventjes door totdat we de items die we nodig hebben tot ze gedropt worden. Dus laten we hopen dat dat niet te lang gaat duren. Random luck based mijn linker neusgat. Serieus. Skeleton. Ik heb gewoon een skeleton. Ik sta hier, ik weet niet hoe lang al. Ik heb gewoon een banner. Een banner is minder rare, of is meer rare dan het item wat ik nodig heb. Ik heb hier, ik weet niet hoeveel vijanden al zitten te verslaan. En hij wil me niet spawnen. Echt oliebollen geplakt op een fietsventieldopje gemalen met een gehakt broodje. Het is niet... Oh, ik ben bijna dood. Ik word hier echt... Alsof het spel weet. Hier, drie van die beesten. Die droppen in een zaag.
Denk je dat ik een zaak krijg? Nee, natuurlijk niet! Want het wordt opgenomen! Tuurlijk, jinx me nog een keer! Waarom ook niet? Stom stinks wel, geef gewoon de stuff die ik nodig heb! Het interesseert me niet dat die bladmoen aan het reizen is! Eindelijk! Eén van de twee items hebben en dat was de moeilijkste item. De Bone Wand heeft namelijk bij elke vijand die we hier tegenkomen 0,4% om te spawnen. Of ja, om gedropt te worden. De Nazar die we nodig hebben, die komen van die vliegende skeletjes en die hebben 1% dropkans. Dus 1 op de 100 zou die moeten droppen. Nou, ik heb ondertussen al 385.395,386 vermoord, maar ik heb hem nog steeds niet. Dus ik blijf hier nog even plakken totdat ik die klote Nazar heb. Ik zie jullie zo. Tuurlijk vinden we nog een bone wand. Tuurlijk! Tuurlijk krijg ik die stomme Nazar niet. 1% mijn linker neusgat één gesmet met boter. Ik word hier gek van. Geef gewoon. Eet alsof dat ik aan het opnemen ben. En het spel weet het gewoon. Oh, ik wil die Nazar hebben. Kom op, spel. Oh, ik ben hier al te lang mee bezig. Ik snap niet hoe dat dit spel van haat naar liefde, van liefde vandaag haat en dan weer terug en dan weer heen. Ik bedoel, het item wat we nodig hebben is een uniek item wat nodig is voor een van de sterkste items in het spel. Je hebt heel veel van die items ervoor nodig. De Nazar is een van, ik geloof, 10, 11 ingrediënten die we nodig hebben. Ik ben dood aan het gaan. En ik moet en zal het krijgen, want ik wil en zal het laten zien in deze Let's Play. Ondertussen de Bone Wand met 0,4% kans op te spawnen. Wil maar niet het geven. Of ja, die hebben we ondertussen twee. Serieus, dat is nou een tandenstoker. Ik wil van die beesten een Nazar. Ik heb er al zeker meer dan 100 geslagen. Dit wordt de standaard gimmick in deze Let's Play. Ben ik gewoon bang. Ik kan het gewoon niet meer. Ik sta hier al zo lang. Oh, ik haat dit. En ik sta bijna dood te gaan. Oh, Fiverr, help me. Nee. Nee! Ah! Ah, nee, nee, nee! Oh! Oké. Ik heb mijn munies weer terug. Ik heb mijn inventory niet geleegd. Ik heb hier eventjes nou een plannetje. Editor, jij gaat me haten. En het boeit niet. En hopelijk, kijkers, anders skip vooruit van mij apart. Het spijt me zeer dat ik dit moet gaan doen. Maar ik laat het jullie zien. Mijn leed. Echt, het leed wat je hier meemaakt, ik laat het jullie zien. Editor, jij gooit het nu gewoon op een fast forward. 8 keer de snelheid. Dus elke 8 minuten voor mij is 1 minuut voor de kijker. Sounds legit. Dus als dit een lange aflevering wordt, blame die Let's Play vloek. Editor, ga je gang. Gooi er een leuke catchy jingle in. Van mij apart van Terraria, doe iets. Ik wil die Nazar.
heb hem! Ik heb hem! Ah, ik zag hem komen en ik zag hem gaan en ik ben weg hier met die banaan. Dat duurde zo lang. En dan zegt hij ook nog Lucky. Dit spel is de grootste troll ooit. Dit doet echt pijn. Ja, ik heb die fast forward. Ik laat hem erin. Keuze is gezet. Die fast forward blijft. Grootste middelvinger. Op het moment dat zo'n beest een bone one dropte. 0,4% tegen 1%. Mijn linker neusgat. Echt. Wat ik ga doen is... ik ga al deze zooi verkopen. Behalve... misschien tot ik er even 2 zou bewaren van... de Clothier Voodoo Doll. Ik bedoel, dat is van hem. En dan kunnen we dus zeg maar weer een nieuwe skeletron oproepen. Dus die doe ik heel eventjes in de bosses. We hebben er 2, 3, 4... Ja, dan moeten ze... Zo, 5. Meer hebben we niet nodig. Maar misschien 6. Doe maar 6. Prima. Mij maakt niet uit. Oké, nou we hebben... Ik weet niet hoeveel Ancient Helmet. We hebben gewoon 6 Bone Wands. 6. Oh mijn god. Ik weet niet hoeveel potions ik ondertussen wel niet verbrast heb. Dit is gewoon verschrikkelijk. Ik ga heel eventjes... vergeet ook niet, we hebben ook nog een volle inventory ondertussen. Hier... hebben we ook nog een volle inventory. Dus we hebben genoeg uit te zoeken. Ik ga dat heel eventjes allemaal offscreen doen. Healing potions. Hoppakee, die zijn weer bijgevuld. Ik doe dat heel eventjes offscreen. En ik zie jullie zo voor de Wall of Awesome Comments. Oh, voordat ik daarmee ga beginnen. Vergeet niet. Wij hebben 99, 99 en 221. Zoveel bones. Een enemy dropt maar 2 bones. Dus we hebben meer dan 1000 enemies gekilled in deze opnamesessie. Heel eventjes even laten weten. 63 gold van alleen maar 1 à 2 zilver die een vijand dropt. Dat wil dus zeggen dat we dus behoorlijk veel gekilled hebben. Even ter reminder. Oké. Nou hebben we dus eindelijk alles opgeruimd. En ik heb 1 ding nog even in mijn inventory laten zien. Wij hebben 52 gouden sleutels die we nooit meer zullen gaan gebruiken. We hadden 4 shadow keys gevonden waar we er maar eentje van nodig hadden. Dus ik heb alles nu verkocht. En ik had hier dus al zeg maar belangrijke zooi. Ik zal daar ook heel eventjes deze neerzetten. Want echt serieus, je doet er niks meer mee. Maar met deze moeten we nog wel eventjes iets belangrijks doen. Nou, de piggy bank die is dus zeg maar heel erg belangrijk. Mochten we dus ergens weer naar een dungeon of exploration toe gaan. Dus ik denk dat ik die trouwens ook heel eventjes in een belangrijke zooikist gooi. Dus belangrijke zooi. Die mag daar dan staan. En ik had dus 3 bone dingetjes gevonden. Tot we dus zeg maar items kunnen maken van bones. Die we dus zeker meer dan genoeg hebben. Dus die mag daar staan. Kan ik de deur nou nog op de andere manier? Juist. Dus die kan daar gewoon blijven staan. Geen enkel probleem. Dan hebben we nog dit zwaard. Ik heb dat andere pistool verkocht. Want dit zwaard hebben we niet nodig. Dus dan mag deze, die mag dan daar. En als ik me niet vergis, heb ik die verkeerd geplaatst. Natuurlijk. Ik bedoel, hij hangt. Dus dan zou deze eigenlijk dus andersom moeten hangen. Nou, fixen we eventjes. Dan moet die zo. Toch? Nee. Ik moet zo staan. Ik vind het best wel lastig om eigenlijk een beetje... in te schatten. Mijn excuses daarvoor, jongens. Maar daar. Zo. En als we hem dan in plaatsen... Kijk, dat ziet er nou eens leuk uit. Dus deze dingen hebben we zeker nodig. Hem hebben we nog nodig. Deze die heeft een aparte upgrade. Deze 2 samen met hem heeft nog 1 ingrediënt nodig om 1 nieuw zwaard te maken. Jotem. Dus... zoveel geld, we kunnen zoveel reforgen, maar goed. Ik ga eventjes 2 bordjes pakken, want gisteren hebben we dus helaas niet de Wall of Comment op kunnen hangen, omdat we zo lang vast zaten in de dungeon. Maar nu ga ik dus eventjes de comment erbij pakken, dus zoals altijd, geef me even een seconde. En ik ga eventjes de bordjes even dan alvast plaatsen. Past perfect. Ik vind dit heel erg mooi zo. Dus ik ga eventjes voor aflevering 9 en 10, ik ga eventjes de comments erbij pakken. Dus alsjeblieft, geef me even een seconde. Oké, nou, ik heb de comments erbij, denk ik. Even kijken, dit is van episode 9, denk ik zo. Even kijken, episode 9. En dan moet ik heel eventjes de naam er nog even bij pakken. Even kijken, want de naam, ik had hem net en dat is het grappigste. Oh, ik weet niet wat daar gebeurt. Oké, die komt dus van episode 9. Ik moet nog heel eventjes snel even kijken. Olivier, wat moet ik hier neerzetten? Olivier Mulder.
Ik hoop tenminste dat dat... Ik moet het nou goed schrijven, kom op. Ik moet het nou goed schrijven. Dan heb ik die nodig. Even kijken. Ja, ik schrijf het goed. En die had geschreven, heel erg ironisch in deze aflevering... Te veel let's play vloek misschien? Nou, in aflevering 9 hadden we er verdacht van, maar in aflevering 14 dus net zo goed. Dus een week later heb ik er net zoveel last van. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar goed, dan ga ik gelijk eventjes door naar de aflevering van 10. Dus deze was eigenlijk van gisteren. Olivier, heel erg gefeliciteerd natuurlijk dat je dus op de Wall of Awesome comment staat. En dan gaan we dus door naar aflevering 10. Dus edit. Episode 10. En die kwam van Stefano... Staf. Stefano... En ik moet heel even kijken, want dat was niet de hele naam. Dus geef me even heel snel even... Ik ben echt moe. Zeeuw. Stefano Zeeuw. Oké, dus Z-E-E-U-W. En die had geschreven en die heb ik natuurlijk niet onder de knop staan. Geef me een seconde. Dank je. De Let's Play vloek is opgehouden. Tussen haakjes voorlopig. Nou, Stefano, kan je vertellen, de Let's Play-vloek die heeft me weer keihard hard geraakt in deze aflevering. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Ik dank jullie sowieso voor deze leuke reacties. Jullie staan nu vast in deze Let's Play-serie. Stefano hebben we hier, Olivier hebben we hier, Milo van der Wouden, Kopje Koffie, Volt van de eerste 10 afleveringen, Tom Post, Amalia. Amalia, ik had een bericht ontvangen dat je dus zeg maar niet... dit account meer zou gebruiken, of dat je een nieuw account hebt, zou je even met je oude account eventjes dan een privéberichtje kunnen sturen, om dat heel eventjes te bevestigen. Dankjewel alvast daarvoor. Misschien even nog melden. Goed, dan hebben we ook nog een gamekanaal, Roxanne Plateau en Pascal Hermans. Die zijn allemaal geselecteerd. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk zo'n momentje? Natuurlijk denk ik dat ik wel weet wat er gaat worden. Maar laat het zeker weten in de reacties. Want de volgende afleveringen worden dus zeg maar geselecteerd op de grond hier. Ja... Dus ik hoop dat jullie een leuke aflevering tijd weer hebben gehad. Morgen gaan we richting hel. Dus dan gaan we beginnen met een hellevader. En dan gaan we dus richting hel. En dan hoop ik jullie allemaal te zien. Dit was Zelda Play 20. Dank jullie wel voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie morgen in de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Dus en laat een like achter voor die moeite alsjeblieft. Deze aflevering die duurde... De opnamesessie duurde 4 uur. Dus voor de moeite. Dank jullie wel alvast. En tot morgen. Doei!